Heerenveen tegen Ajax. Dat betreft inderdaad een fraaie historie. Waarbij Ajax zeker de laatste jaren telkens aan het langste eind trekt. Als ik dat Ajax nog een keer verloor van Heerenveen was in januari 2009. Dat was de befaamde pannenkoekwedstrijd. Toen Ajax-trainer Marco van Basten destijds. Door een supportpartij van pannenkoek. Daarna heeft Ajax nooit meer aan vrij opgelopen in wedstrijden tegen Heerenveen. Sadoui weggestuurd. Heeft daar te maken met Tristan Gooien. Sarawi is de kans voor Heerenveen. Dollemar komt nu op de 16 in. En via Hato de hoekschop voor Heerenveen. De kopbal, kijk, die bal schiet langs een aantal hoofden. Van der Hart, op zijn 13e de jeugdopleiding van Ajax terechtkomt. Goed werk van Amersfoort. Dat is Wollemark. Braude. En daar van Amersfoort. De voorsprong is daar. Van Amersfoort, niet echt een spits, maar wel in de spitspositie komend. En als de bal hier voorkomt, is het geen buitenspel. Dat is in ieder geval een duidelijke conclusie. Tenzij die door Wollemark wordt doorgekopt, dan wel. Maar als Wollemark er niet aankomt, dan is het geen buitenspel voor Van Amersfoort. Dan staat het 1-0. Keurig, 16e minuut. Dat is een corner voor Heerenveen. Valt daar voor de kopbal, maar die valt in de handen van Ramai, de Wollemark. Sosa. Oh. Laat hem zomaar liggen voor Sarawi. Sterk gespeeld Hato, waardoor Wollemark niet direct in balbezit kan komen. Maar dan heeft Makkeli een overtreding gezien. Hij krijgt hier een vele vrije trap. Het slippertje van Sosa. Haaien. En Lat. Prima vrije trap. Net niet prima genoeg voor de 2-0. Naar de bal op de Lat. Ondertussen Robby weg. Robby terug naar Linsson, Linsson, Linsson. En daar ook de bal op de Lat. En dan vervolgens Linsson. En dan is hij van de Hart. Zo kort achter elkaar dijst het eerst Heerenveen en vervolgens Ajax de Lat. Hato, Taylor voor het schot, Taylor voor het schot. En de bal die zakte wat. Taylor. Dat is weer van Linsson. Dan is een overtreding gemaakt door Robby. Door Bokjevic. Sosa. Over de muur. Prachtige redding van de Hart. Net te weinig vaart die bal. Maar wel de juiste richting. Nou, dan komen ze voetbal mooi uit, zeg. Links Keulert. Links, ja, die houdt nu even in. En nu dan wel alsnog. Keulert. Sarawi doet ook mee. Keulert. Oeh, Tom Olsen. Had hij een redelijk vrije schietkans gehad. Maandje 16. Oh. En alsnog Olsen. Wollemark. Bal nog even onderweg aangeraakt voor de hoekschop. Dat is het lijntje prima gedaan.
van Amersfoort. Brouwers in het midden duikt op van Amersfoort. Balletje terug, wordt er gemist. Eenmaal Zarbi in de tweede instantie. Raakt hij hem wel en maakt er 2-0 van. Dan ging het ineens heel snel, heel rap. En scoort Sarawi, zijn zesde van dit seizoen. Brouwski's positie, die mist, maar daarachter krijgt Sarawi een tweede kans. Ramt hem keihard in het net en zorgt voor een 2-0 voorsprong. Forbes. Forbes, dat is dreigend. Dan zou hij met rechts moeten uithalen of krijgt hij een vrije trap. Ja, dat krijgt hij. Zo het scheiden van de markt. Nog een mogelijkheid, de laatste mogelijkheid voor Ajax. Dienson. En dan is hij vervallen hard. En dan is de eerste helft ook voorbij. Heeft hij een paar aardige reddingen. Die is allemaal niet levend. Sarawi met gooien. Sarawi krijgt er bij Brouwers. Brouwers, Ramai en dan voor Amersfoort. Nou ja, de eerste minuut na rust. Binnen een minuut tilt Heerenveen de stand naar 3-0. Soetelo met een waardeloze bal. En dan kan Heerenveen overnemen. Weet Gooyer Sarawi niet te stoppen en dan staat Brouwers hier vrij en dan staat Van Amersfoort vervolgens op de juiste plek. Taylor gaat er prima langs. Ekpom links, Brobby. Brobby terug, Ekpom, bal in eigen doel. En dan staat het 3-1. Een eigen doelpunt. Dus hij heeft makkelijk nog geel gegeven. Ik denk voor Keulert. Voor deze overtreding. Ja, dat is inderdaad geel voor Keulert. Dan gaat de aanval door. En dan is het Bogdanovic die probeert om de paas van Brobby naar Ekpom eruit te halen. Maar dan valt de bal binnen. Keulert. Naar benen maken. Kan meters maken. Sarawi. Wil graag. Sarawi krijgt en zoekt het doel op een verkeerde plek. Taylor. Dietzen. Dietzen. De dreiging en schot. De redding van der Hart. Staat ook geen rebound toe. Maar natuurlijk Brobby op schot te loeren. Hoekschop. Daar de volgende. Nou ja, je zou willen zeggen de goal van Brobby, want die komt er net naast. Dat had er moeten zijn. Lietzel. Henderson. Sosa. Ekpom probeert erbij te komen. Daarachter is het Gooyer. Gooyer, bal terug. Ekpom. Het is 3-2. En Ekpom scoort weer tegen Heerenveen. Dat deed hij 2 maal in de heenwedstrijd in Amsterdam. Als Gooyer de eerste kans krijgt. En Ekpom vervolgens afdrukt voor 3-2. 5 minuten extra tijd zijn gespeeld. Deze hoekschop van Linsson, van Beek werkt weg. En dan is het al zo'n beetje afgelopen. Gooyer nog 1 keer terug. Berghuis nog 1 keer de 16 in. Dit is het allerlaatste moment in deze wedstrijd. Het allerlaatste moment in deze wedstrijd. En die bal valt wel of niet over de doellijn. Bij Ajax zijn ze er heimelijk van overtuigd. De assistent houdt de vlag omlaag. Maar dan is er natuurlijk altijd nog het oog in Zeist. Ja, hij moet er in zich heel overheen zijn. En hier raakt hij nog voor een deel, zeg maar, de paal. Maar is dat het beste bewijs wat we hebben? En bij absentie van doellijntechnologie is het dus even kijken. Is het even alle beeldjes bestuderen. Dit is 3 punten voor Heerenveen. Of 1 punt voor Ajax.
Het is een ingooi. Het is dus geen goal. Ja, omdat dat wettig bewijs er dus niet voorhanden is. En wordt hier een feest gevierd. Niet normaal. En dus een nederlaag voor Ajax. Waarbij in de slotseconde het nog even de vraag was wel of niet over de doellijn. En dus zijn de druiven zuur.